nog nooit zoveel volk in het Citadelpark gezien. Dat is niet normaal. Ik zie ook wel dat de meeste mensen hier op hun gsm zitten voor Pokémon te spelen. Dus ja, het is echt al overweldigend. We zijn allemaal van kleins af aan al liefhebbers van Pokémon. En dat dat nu op een smartphone is, dat dat zo voor onze generatie is, dat is ook wel plezant. En nu kunnen we eigenlijk naar buiten gaan en nu de echte wereld zo exploren. Anders zat ik altijd voor de computer, maar ja, nu heb ik een reden om naar buiten te gaan. Ik word al veel fitter, ik voel het al. Ik heb meer gestapt dan in totaal in 2 jaar of zo, op 1 dag, dus ja. Ik spreek terug af met vrienden die ik lang niet heb gezien. Ik blijf normaal in mijn huis, in Aalsten. En nu zit ik hier in Gent, met iedereen communiceren, gewoon mensen tegenkomen en gewoon mee beginnen babbelen. Gisterenavond ben ik echt om 10 uur 's nachts nog buiten gegaan en echt heel veel mensen ontmoet die daar ook aan het spelen waren, die allemaal in mijn buurt wonen en ik nog nooit had gezien. En dan mee babbelen, dat was wel wees. Een vriend van mij is gisteren ook begonnen en die was nog maar net begonnen en dan kunnen ze zo in het begin kiezen uit 3 Pokémons. Maar die is altijd blijven verder wandelen, dus er zijn altijd 3 nieuwe opgedoken en op een gegeven moment had hij Pikachu. Dus dat was wel cool, dan zat ik daar, ik had dat ook moeten doen. Ik spaar al mijn evoluties, zodat ik ze dan allemaal samen kan doen. Als ik een lucky egg heb, dan krijg ik dubbele van de XP, zodat ik rapper level. S'avonds vinden Pokémons die alleen s'avonds verschijnen, dus daarom gaan we ook s'avonds komen. Om middernacht of zo. De Pidgeys laat ik weg. Dat is de beste tactiek. Anders loopt het altijd constant vast spel. En anders als je dan zit uit de stukje met een Pidgey, wat je een Dratini had kunnen vangen ofzo. Al die Pokémon sparen en dan een Lucky Egg gebruiken om zoveel mogelijk XP te krijgen. Dus gewoon zo hoog mogelijk level, betere Pokémons, betere gyms. Ik heb een powerbank bij, gewoon omdat 3G veel batterij wegneemt en ik kan altijd gebruiken. Hè. De beste Pokémon tot nu toe is... Een Hypno van 273, ik ben er niet trots op, maar oké. Mijn 6 is momenteel 800. En het is een Hypno, ja, omdat je hier zoveel jouwsies vindt. Ja. Mijn sterkte is voorlopig een Hypno van 670 CP. Kale catch them all, ja, dat is mijn doel. De beste Pokémon Master worden die er kunt zijn, hè, jongen.